van Koken op Kamp 2016. En we hebben 8 ploegen die kampkoksteams die hier vandaag het beste van zichzelf gegeven hebben. Als medelid van de jury kan ik u zeggen, er zijn zwaardere opdrachten in het leven dan het jureren van deze wedstrijd. Waarschijnlijk het koken zelf, maar het was ook niet zo gemakkelijk. Jullie hebben zelf een minuutje gemaakt, zie ik? Ja, dat is eigenlijk een beetje om te tonen hoe duurzaam ons gerecht is vandaag. Ja. Dus we hebben het een beetje opgeschreven. We werken vooral met seizoensgebonden groenten en fruit. Worteltjes, aardappelen, aardbeien. En die zijn ineens ook streekgebonden, want wij zijn Belzele, het aardbeidorp. Dus vandaar maken we vandaag een gerechtje met aardbeien. We zijn Mascout Zwijningen en we gaan een knolselderpuree maken, een gelekte kip, een confit ajuintje, een bakje burgerzammetjes en gegrilde wortels. Dus wij zijn van Giro Hermelien de Kemzeke en wij maken vandaag voor u een kalfsburger met gegrilde watermeloen en tzatziki. Wij zijn de kookouders van Giro Wichelen. Wij komen hier vandaag twee soorten hamburgers maken, vers gemaakte vegetarische hamburger. We hebben die gekruid met verse kruiden, paprika, wisloop, pijpajuin. We gaan dat serveren samen met een opgevulde aardappel. Dat is een uitgeholde aardappel waar we een pureetje van gemaakt hebben. Opgewerkt hebben met room, ook verse kruiden, erop gespoten en die liggen nu te garen op de barbecue. Goed, jullie blijven nog even staan, want hier voor ons zal zo dadelijk de winnaar van de duurzaamheidsprijs gekroond worden tot koning duurzaamheid, namelijk de Carlier van Belzele! Niet verwacht. We hebben de wildcard gekregen. Dus ja, we hebben gewoon meegedaan, omdat het leuk is. En we zijn gewonnen, dus dat is toch wel ons best gedaan. We hebben wel ons best gedaan. We hebben wel een concept uitgedacht en zo. Ja. En het kan op kamp ook gemaakt worden. Het is niet te moeilijk. We hebben ook wel een geprobeerd originele presentatie, maar toch nog dat ons niet te veel tijd verwacht.